Junior, we beginnen morgenavond de wedstrijd tegen Feyenoord, maar hoe fit ben jij? Ik ben toch fit. 100% fit? 100% fit. Ja, want vorige week zat je op de bank, je was een beetje ziek geweest, je had een tikkie gehad. Daar is het helemaal weer over. Ja, ik had mijn hersen verrekt op training, woensdag. En ja, woensdag was ik meteen ook wat voort, was ik bij de stad. En donderdag was ik binnen gaan meten. En vrijdag ging ik naar buiten en ik kon klachten krijgen getraind. En ja, zaterdag een beetje van voorzorg nog gewoon op de bank zitten. Het zou ik alleen nog invallen wat nodig was. En een beetje rust gepakt. En zodat ik deze week ga zitten en gewoon even start kan beginnen. Ja, maar je was best wel een beetje teleurgesteld. En dat je op de baan staat, je wilde zelf graag spelen. Kon je wel begrip overbrengen voor de situatie waarin de trainer naar verkeerd om je op de baan te zetten? Tuurlijk. Ik wil geen risico's nog nemen. Maar stel, ik zou wel spelen. Ik zou erin schieten, zou ik wel een beetje zijn. Maar gelukkig is dat niet het geval geweest. Ik ben nu gewoon op deze week van top weer. En ik ga gewoon spelen. Dus.